is uw mening over het roken? Ik vind dat iedereen daar vrij moet zijn. Dus voor mij mag je roken waar je wil en wanneer je wil. Heeft u zelf ook gerookt? Nee, nooit. Rook jij? Nee. Waarom rook je niet? Omdat roken heel ongezond is. Wat vind je van het roken? Roken zelf doe ik niet. Ik vind het eigenlijk ook helemaal niks. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als mensen er echt aan verslaafd zijn, dat ze het natuurlijk wel wat vinden. Dus, en ja. Maar zelf heb ik het nooit gedaan en ben ook niet van plan om het te gaan doen. Wat vind je van mensen die roken? Ja, ik zal ze één ding willen zeggen, dat ze daarmee moeten proberen te stoppen. Het is niet goed voor jullie gezondheid en jullie gaan later daar ook mee problemen mee krijgen. En het is toch beter dat jullie stoppen met roken. Oktober is een bijzondere maand. De maand Stoptober. En vandaag hebben we iemand te gast van Stoptober. Waar ik een aantal vragen ga stellen. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Lex Peters, ik ben fysiotherapeut, acupuncturist. En ik werk ook op franchisebasis voor ProStop en MediPro. En dat is een organisatie die als core business hebben stoppen met roken en mensen begeleiden daarmee. Wat is het percentage van het aantal rokers dat ziek zijn? Ja, nou, wat ik wel kan zeggen is dat de grootste vijand van het lichaam waar roken dan toe behoort en wat die veroorzaakt is hart- en vaatziekten. Heel veel mensen denken borstkanker of longkanker. Longkanker kan je ook krijgen zonder dat je ooit gerookt hebt. Alleen hart- en vaatziekten wordt wel duidelijk in verband gebracht en komt door nicotinegebruik. Op het moment dat je 5 jaar niet rookt, is de kans op hart- en vaatziekten met 50% afgenomen. Dus het is echt een serieuze gevaar voor je gezondheid, roken. Als ik stop met roken, na hoe lang is mijn lichaam hersteld? Nou, het is zo dat als je een dag niet rookt, is nicotine je lichaam uit. Als je 14 dagen niet rookt, is je lichaam ontwend. Dus eigenlijk afgekikt van het nicotinegebruik. Steek je op dat moment 1 sigaretje op, dan gaat er als het ware weer een vuiltje open in je hersenen. Die zegt bekende software. En dan ga je weer terug in de fout, zeg maar. Dus dan ben je weer verslaafd. Wat zijn de afkikverschijnselen? Afkikverschijnselen betekent kort lontje, zweten, onrustig gevoel. Ja, iets niet weten dat je met je handen moet doen. Allemaal dingetjes die eigenlijk zorgen voor onrust. En ook een beetje agressiviteit. Rookt u? Nee, ik rook niet meer. Maar u heeft dus wel gerookt? Ik heb gerookt, ja. Hoe bent u gestopt met roken? Het kwam eigenlijk door mijn broer, die ging stoppen. En ik heb met hem meegedaan, maar zonder hulpmiddelen. Heeft u nog advies voor mensen die roken en die willen stoppen met roken? Ja, je moet heel erg gemotiveerd zijn en eigenlijk niet denken van, goh, wat ben ik knap, ik heb niet gerookt. Maar denken van, wat zonde als ik nu zou gaan roken, want ik heb al zoveel dagen niet gerookt. Ja. Maar het is wel moeilijk. Okay. Ik vind gewoon, het is eigenlijk slecht. En wat gebeurt er nu ook? Wij moeten de verzekeringen betalen voor de mensen die roken, snap je? En ziek worden daarvan. En daardoor wordt het steeds verhoogd. Dus ik heb zoiets van, nu pas ben ik ook eigenlijk gaan inzien dat het eigenlijk heel slecht is. Ik wilde wel, maar het lukte niet. En van het een op het andere moment ben ik ermee gestopt en ik heb eigenlijk nooit meer last van gehad. Alleen maar wat aangekomen. Hoe komt het dat jij niet rookt? Want ik vind het heel verstandig van je. Want ik sport ook heel veel. En roken en sporten, dat gaat niet samen. En ik denk ook aan mijn gezondheid. Hè.
Nicotine maakt een stofje aan in je hersenen, dopamine, en die zorgt ervoor dat je een beetje prettig voelt. Maar op het moment dat je dat gaat zakken, dan leidt je eigenlijk naar een beetje richting een depressie. Dus je wordt een beetje kort en dan zeggen mensen, joh, ga alsjeblieft roken. En dan heb je je zin weer, want dat wil je eigenlijk, je wilde niet stoppen. Wat kan je doen tegen afkikverschijnselen? Wat je dus kan doen is een hulpmiddel inzetten bij je stoppoging. Dat kan dus zijn pleisters, dat kan kauwgom zijn. Je kan ook kiezen voor medicatie die de vraag weghaalt, zoals Champix, Nortrilin. Je kan ook kiezen voor een acupunctuurbehandeling, een laserbehandeling, hypnose. Je kan een boek lezen wat je mentaal gaat overtuigen over het feit, ja, waar ben ik nou mee bezig? Het zijn allemaal dingen. Het is een mindset. Hoe ga je erin staan? En dat is het allerbelangrijkste. Ervaar je als je iets niet meer mag doen, dan is het moeilijk. Als je het niet meer hoeft te doen, loop je te lachen. En dan is het makkelijk stoppen. Er zijn veel cliënten die, bij Paarmeijer die roken. Heeft u misschien een tip voor die mensen? Nou, wat altijd heel erg goed werkt, is het... Je denkt in sigaretten. Ja, als je denkt aan een roze olifant, dan denk je aan een roze olifant. Als je trek hebt in een sigaret, pak een glas water. Want als je water drinkt, denk je niet van, oh lekker nou een sigaret. Neem je een kop koffie, hè, dan denk je niet, er is mijn lepeltje, dan denk je, we zijn mijn sigaretten. Loop naar een ruimte die je niet associeert met roken. Ja, ga naar een kamer, naar de huiskamer waar niet gerookt moet worden. Loop daar binnen, praat met iemand. Dat momentje dat je wil roken, duurt niet langer dan anderhalf, twee minuten. Ben je afgeleid, is het weer weg. Het komt wel weer terug, maar hoe langer de tijd vordert, dag na dag, de zevende dag is makkelijker dan de eerste dag. En hoe lang bent u gestopt? Drie jaar. Het gaat het vierde jaar in. Dus het was echt gewoon omdat u het gewoon zat was zelf? Nee, gewoon voor mijn gezondheid. Ik ging naar de sportschool, weet je, trainen enzovoort. En toen had ik zoiets van, waar begin ik eigenlijk mee aan? Weet je, het is gewoon van, als je stopt met roken en je wil gaan sporten, dan moet je niet roken en dat. Het is of het een of het andere. En ik ging me steeds lekkerder en beter voelen, weet je wel. De trap kon ik naar boven. Ik zag gewoon dingen die... waarvan ik last had, wat ik niet wilde toegeven en dat die gewoon anders waren. Weet je, ik kon weer lachen, ik kon weer stralen en ik had niet dat chagrijnige gedoe van als ik geen sigaretten heb naar de avondwinkel. Dus zo. En heb jij misschien tips voor mensen die willen proberen stoppen met roken? Oeh, ja, dat is dus een lastige. Zoals ik al zei, ik heb zelf nooit gerookt, dus ook nooit gestopt. Maar ja, ik denk dat het enige wat ik kan zeggen is gewoon hou vol en zet door, want het is... zoveel fijner als je niet meer rookt. Je kleren stinken niet. Je huis hoef je niet elke 5 jaar te schilderen. En je hebt ook geen probleem dat andere mensen het niet fijn vinden als je rookt in hun buurt. Dus je bent gewoon een stuk fijner met jezelf, lijkt me. Dus het lijkt me een goede motivatie om dat in gedachten te houden. Heeft u nog tips voor mensen die willen stoppen met roken? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar het stinkt wel. Dat is wel mijn mening. Ja. Ik heb verder geen tips, nee.